Een hele goede middag. Het is alweer vandaag zaterdag. Ik heb eindelijk een beetje kleurtje gekregen. Ik weet niet of we het heel goed kunnen zien. Maar kijk, ja jawel, hier ziet het wel. Eindelijk een beetje een kleurtje. Ik zie er wat gezonder uit. Voor het geval je denkt van zo, je wenkbrauwen vallen op. Ik had dus een wenkbrauwpotlood mee. En die was bijna op, maar ik dacht nou, er is hier vast wel een Sephora. En dan haal ik wel even snel een wenkbrauwpotlood. Maar Alanya heeft dus geen Sephora. Antalya heeft Sephora. Dus ja, ik doe het nu gewoon met oogschaduw. En dat ziet er iets anders uit dan normaal. Voor de rest zijn we vandaag best wel snel gaan stoppen met zwemmen. Dus ik snel even op tijd mezelf kon klaarmaken. En was de bedoeling om uit eten te gaan. Maar ik heb eigenlijk sowieso niet echt een fatsoenlijk restaurant eigenlijk in Alanya gevonden. Ja, ik zit eigenlijk te twijfelen of we wel uit eten gaan. En sowieso is Nessim geblesseerd. Hij is dus gaan voetballen zonder schoenen aan. Hij heeft zijn voeten verbrand nu. En hij kan amper lopen. Dus het is denk ik niet zo handig om weg te gaan. Ik denk dat we misschien gewoon even in het hotel blijven. Maar ik heb dus gisteren oorbellen gekocht bij de goudsmid. En ik weet niet of jullie ze mooi gaan vinden. De goudsmid zelf lachte me een beetje uit om mijn smaak. Maar ik wil gewoon een beetje zo van die traditionele Turkse oorbellen. Niet heel erg overdreven of zo, maar ik wil gewoon geen moderne goud. Maar ik wil heel graag oorbelletjes. Want ik heb eczeem in mijn oren. En ik draag laatst het wel heel vaak een beetje nep goud. Ik dacht, ik wil gewoon van die ringetjes halen van een goudsmid. En heb ik daar sowieso geen last van. En ja, ik vind het ook gewoon leuk. Ik hou gewoon van goud. Het is heel erg leuk. En die goudsmid, die snapte er helemaal niks bij. Hij zegt, nee, je moet deze nemen. Die zijn veel moderner. Dit en dat. Maar ik dacht, nee, ik vind die gewoon leuk. Dus ik neem die gewoon. Maar het is alleen in zilver. Dus hij zou ze voor mij laten maken in het goud. En dan moest ik ze vanavond even ophalen. Dus dat is een beetje de planning voor nu. Dus ik wou dus een voetbad met ijsklontjes. En die heeft hij gevraagd bij de balie. Maar dan mogen ze niet naar boven brengen of zo. Echt kut. Maar hij heeft allemaal blaren onder zijn voeten. Oh ja, trouwens. Het is vandaag zaterdag. En wij gaan pas dinsdag terug. En mijn outfits zijn al op. Dus ik kan ook geen outfitfoto's meer maken. En ik dacht misschien zijn er nog leuke winkels. Kan ik nog outfits scoren. Maar die heb ik ook niet gevonden. Trouwens, gisteren heb ik niet gevlogd, maar gisteren was echt zo leuk. We gingen naar de stad en toen liepen we langs een oud vrouwtje. En die verkocht allemaal van die dingetjes die ze dan zelf maakte. Van die kleine tasjes en sokken en zo. Dus meneer keek in elkaar en dacht, nou, we kopen wel wat en dan verdient ze ook wel wat. Dus we hadden van die sokjes gekocht. Toen gaven we haar geld en toen liepen we door. Toen keken we om en dachten we, ja, het is gewoon echt een oud vrouwtje. Ik schat denk ik zo'n 65 jaar of zo. Nee man, ouder man. Ouder? Ja joh, die was zeker 71. Echt? Ja man. Die zit daar dan de hele dag haar dingetjes zeg maar te verkopen. En weet je wat echt, wat we echt heel erg leuk, nee leuk. Weet je wat we heel erg bijzonder vonden van Nessim bood haar eerst alleen maar geld aan. En zei van, ja, we hoeven er niks voor terug. Het is gewoon voor jou. Dus zei ze, nee, je moet wel wat kiezen van wat ik zeg maar aanbied. Dus wij wat kopen, lopen wij door. En toen zei Nessie van, hoe leuk zou het zijn als we gewoon alles zouden opkopen wat zij die dag zou moeten verkopen, zeg maar. En dat ze dan gewoon klaar is met werken voor die dag. Dat ze gewoon, ja, het maximale heeft verdiend wat ze die dag kan verdienen. En toen ja, zijn we teruggegaan en hebben we gewoon alles opgekocht. En zij snapte gewoon niet wat er gebeurde. En zij zei van, ja, ik heb het echt nog nooit meegemaakt sinds ik hier sta. En ze ging allemaal doua's voor ons doen en zo. Echt heel cute. En weet je wat er echt heel erg mooi was in die situatie van, dus wij kochten alles op van haar en er waren zeg maar meerdere straatverkopers. Dat die vrouw, ook al heeft ze zo weinig zeg maar, dat ze ook nog die andere straatverkopers erbij gingen van kom hier van dat, in de hoop dat ze, ja, dat wij ook van die andere straatverkopers dingen zouden kopen. Ze zijn gewoon echt heel erg gul, echt zo'n lieve vrouwtje. Dus ja, dat was leuk gisteren. Vanessa is inmiddels in slaap gevallen, waar ik erg van baal, want ik ben voor niks zo vroeg naar boven gegaan om me klaar te maken, want ik dacht we gaan vroeg wat doen. Maar hij heeft echt zulke pijnlijke voeten dat hij gewoon is gaan slapen. Dat nog het ergste is voor allemaal, ik had hem gewoon gezegd van niet doen. En hij heeft het toch gedaan en nu heeft hij spijt. En dan vind ik het altijd zo kut, ik ben wel achteraf daar zeg maar toch wel last van hebben, maar het maakt niet uit. Ik heb geen zin om boos te zijn of geëvenaard te zijn. Dus ik ga me rustig gaan klaarmaken. Ik ben trouwens echt heel erg blij met mijn haar deze dagen. En dat komt omdat ik gewoon elke dag in zeewater zwemmen.
Ik zweer elke dag als ik wakker word, ik ga niet eens naar het zwembad toe. Ik ga gelijk naar de zee. En ik duik er ook gewoon gelijk in. Ik vind het heerlijk. En mijn haar reageert dus ook heel erg goed op. Het krult gewoon veel beter dan normaal. We hebben trouwens deze dingen vandaag gekocht. Laat je even zien. We hebben dus deze dingen gekocht voor in zee. Het is echt zo chill, want je blijft dus gewoon drijven. En dan in de ochtend gaan we gewoon lekker de zee in. En dan nemen we dit mee. En dan blijven we gewoon lekker een uurtje in de zee. Gewoon lekker drijven. Wij zijn soms echt twee kindjes, hè. Is nog gaan slapen. En ik heb best wel trek gekregen. Dus ik ga deze chips even eten. Ik heb er een Sprite bij gepakt. Ik drink dit echt nooit, maar ik had er zin in. Ben je wakker? Ben je wakker? Ja. Voel je beter of niet? Nee. Ik voel nog mijn voet dan. Hou maar vast. Moet ik nou maar zelf filmen? Ja, moet anders ook het voet. Niet hard, hè? Voel je dat? Maar doe eens even omhoog, dan kan ik even naar je voet kijken. Maar ik zie geen blaren erop. Nee, maar voel daar, voel in het midden daar. Nee, niet daar meteen. Waar dan? In het midden van mijn voet. Hier? Bibi. Waar? Nee. Dat is niet hier midden van de voet, man. Voel je het? Ja. Waar? Je bent denk ik verbrand bij je voet, joh. Ja, dat denk ik dus ook. Je hebt een verbrande voet. En nu dan? Kijk, je moest toch wel ijs op doen. Ik moet even naar de balie toe lopen. Dus ik ga even naar de bar. Want ik moet even ijs halen. Want volgens mij zijn voeten van onder de grond verbrand. Hi. Nou, leuk dat hij ook groet. Heel veel vriendelijke mensen hier. Oh jongens, ik heb het gewoon gefixt. Oh, jongens, het is inmiddels 8 uur. Wij zijn eindelijk klaar en ready om te vertrekken. Ik heb geen BH aan. In deze top kan je dus helemaal niet zien dat ik geen BH aan heb. Het is zwart en een dikke stof. Dus dikke prima. Lekker hoor. No. Feeling wild and free. Normaal, 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 normaal. Net kwam ik hier bij de lift en ik ging ijs voor halen. Toen zei ik hoi tegen de meneer. Hij stond hier te wachten. Ik zei hi. Hij kijkt me aan en hij zei niks. Dat maar hoe ik loop. Dus ik ben gewoon geflasht net. Waarom zeg je hoi tegen mannen? Wat is jouw probleem? Gewoon een oude man. Ik zei hi. Ja, val je op oude man? Hij kijkt me aan en denk... Niet tegen oude mannen praten. Ik zie er best wel skinny uit in dit outfitje. Jongens, ik heb geen outfits meer. Ik heb echt geen outfits meer. Ik baal er zo erg van. Allemaal door jou. Schat, ik heb al gezegd dat ik spijt heb toch van deze avond. Ik wil dat je het eigenlijk tegen mijn volgers zegt. Want waarvoor ben je sorry? Waarvoor heb je excuses aangeboden? Ik heb mijn excuses aangeboden omdat ik spijt heb dat ik deze avond heb verpest vanwege mijn voetbal. En mijn voet. Ik had het niet moeten doen. Ik had niet moeten gaan voetballen. Ik heb spijt. Wat zei Mirjam? Mirjam zei niet doen, ga gewoon zwemmen. En toen zei ik nee, ik wil voetballen. En toen zei ik nog, ik moet schoenen halen. Toen zei ik van ja, ik heb geen tijd om schoenen te halen. Maar toen ben ik gaan voetballen. Toen heb ik spijt. Ja. Dag. En, jongens, wij zijn nu bij het open buffet. En we hebben dit ontdekt. Churros is er vandaag, heerlijk. Wat wil je melden? Ze schippen op alsof het de laatste dag van hun leven is. De laatste dag. Wat is het nou weer? Loempia. Loempia. Alsjeblieft, filmen. Wat? Alsjeblieft, filmen. Ja, ik wil wel filmen. Ja, ze gaat weg. Mag ik alsjeblieft filmen? Ja. Nee, niet weglopen van ons. Niet weglopen van ons. Niet weglopen. Oh, pardon. Oh. Ik had hem net op beeld. Hebben jullie gezien hoe vol die bord was? Dat is toch niet normaal? Ik loop zo achter haar aan. Dus wat ik heb opgeschept vandaag. Koolhydraten. Ik ga een stuk. Sarma. Chikifte. Of ichlikifte. Bulgur, bonen, aardappelen. Salade gemaakt, heerlijk. Kijk, mensen, het bord gaan nu. Mooi bord, hè? Ik had blijkbaar heel veel trek. Ik eet hier eigenlijk amper toetjes, maar dit zijn mijn keuzes van vandaag. Vraag me niet wat het is, maar dit ziet er best wel lekker uit, vind ik. Mimi, I have it, je. Kijk eens op je telefoon. Lekker.
Omdat ik van je hou. Love you. Ja, die biedt, ja, die. Je moet die beginscherm laten zien, deze. Dicht doen ze op slot. Ja. Dan zie je hem beter. Doe nu op slot nog een keer. Hela! Nou, wij zijn nu voor het hotel aan het wachten op Domhoes. Hij was net gewoon precies langsgereden, maar hij ging niet stoppen voor ons. Dus nu moeten we wachten op de volgende. Vol is vol. Ik weet niet wanneer die eraan komt. Hij zit in de Domhoes. Hij kwam echt letterlijk een minuut later. Domhoes kost hier 16 lira. Dat is dus iets van 2-3 euro. Boomerang life. Nee. Wauw. Al weg. Man, je bent echt gestoord. Nou jongens, 50 minuten later, letterlijk, zijn we aangekomen in Alanya. Wat is je nu? Hoe gaan we jouw voet? Voilà, ik moet nog even lopen. Stel aan mijn afje. En, woe! Nu gaan we dus even naar de goudsmit lopen, waar ik mijn oorbellen kan ophalen. Daar heb ik echt heel veel zin in. En ik heb expres geen oorbellen in vandaag, zodat ik ze gelijk gewoon in kan doen. Jongens, kijk eens wat we hier hebben gevonden. Van Fusty in de smaak waterbeloen. Ik ga filmen. Ik ben nu bij de goudsmit. Ik heb mijn oorbellen in. Maar ik denk dat je ze hier niet zo goed kan zien. Laat ze straks even wat duidelijker zien. Maar het is echt cute. Veel geluk met je, veel geluk met je oorbellen. Kijk, we leren naar Nederland. We zijn nu bij Mado. We gaan hier even een koffietje drinken en SM een theetje. En we gaan voor een verandering eventjes binnen zitten. Omdat hier airco is. En buiten was het aardig vol. En ik heb mijn oorbellen opgehaald. En ik ben er echt heel blij mee. Ik laat je eens even zo zien. Het is trouwens een cadeautje van Essie voor mij. Echt cute. Woe. Ik vind het echt mooi. Ik ben er echt blij mee. Het is hier echt lelijk. Maar zo zien ze eruit als ik ze in heb. Ik vind ze echt cute. Heel eenvoudig. Maar ik ben er erg blij mee. Thanks, Essie. Dat zijn mijn eerste gouden oorbelletjes. Ik heb wel gold-plated gehad, maar nog geen oorbelletjes. Trouwens, ik lieg, ik heb vroeger wel altijd gewoon goud gedragen. Omdat ik het gewoon van mijn ouders toen kreeg. Maar nooit zelf gekocht. Love it. Wij zijn net weer in het hotel. En we gaan lekker op het balkon zitten. Er zit nog dikke vissen gaande. We hebben weer ijs gehaald van Essie. Oh, even ontspannen en dan rustig aan naar bed. Ja man, ik ben echt blij met mijn oorbelletje. Jongens, ik denk dat ik hierbij ook gelijk mijn vlog ga afsluiten. Volgens mij was het echt totaal geen boeiende vlog.